Beleggers schrokken zich deze week rot van Philips toen het met de zoveelste winstwaarschuwing aankwam zetten. Je ziet hem hier staan, onder andere wordt er gewaarschuwd voor een dalende omzet, lage marges en ook vooral een 1,3 miljard afboeking op de goodwill en 165 miljoen aan reorganisatiekosten. Nou, ik zei de zoveelste, want de beurskoers is dit jaar al met 70% gedaald. En de beurzen zijn natuurlijk allemaal gedaald, met 70%. En dat voor een bedrijf dat niet echt economisch gevoelig is. Omdat het toch vooral gezondheidsproducten levert. En dat, zijn vaak, dat is vaak aan ziekenhuizen. Dat zijn semi-overheidsorganisaties. Die gaan niet echt. Uh, dat zijn niet bepaald cyclische producten natuurlijk. Wat, wat kan er dan gebeurd zijn? Waarom is. Denkt de markt zo slecht over Philips, is het misschien wel een koopje nu of moeten we juist oppassen? Dat wil ik in deze video aantonen. En zeker in deze tijden met oplopende rentestanden is het dan goed om te kijken naar de schuldpositie voordat we gaan doen ook even terugkijken naar het verleden. Wat voor een bedrijf is Philips? Is dat een waardecreërend bedrijf voor de aandeelhouders? Nou, als je deze lange termijn grafiek ziet, dan zie je dat de koers, dit is in dollars trouwens, maar weer terug is op het niveau van 19.93 in al die jaren, even met uitzondering van dividend en eventuele spin-offs, geen waarde gecreëerd voor aandeelhouders. En dat is toch wat je niet van een koninklijke Philips misschien in eerste instantie zou verwachten. Dat het eigenlijk zo'n slecht concern is. Nou, als je het bedrijf en de cultuur een beetje gaat bestuderen, dan weet je inderdaad dat daar niet echt voor de aandeelhouders gewerkt wordt. Het is een prachtige werkgever, maar er wordt op de lange termijn gewoon geen geld verdiend. En nu, om nu in te zoomen, uh, die beurskoers met 70% gedaald dit jaar. Wat verwacht de markt nou van dat bedrijf? Want de markt lijkt er een beetje van uit te gaan dat het bedrijf echt ten onder gaat. Of is het misschien juist uh, een overdreven reactie van de markt? Daar wil ik graag met je naar kijken. Eén grappig verhaal wat, ik, uh, wat we nog hadden. toen we voor onze leden een analyse deden naar TSMC. Want Philips is dan weliswaar over de afgelopen ja, 30 jaar. een dramatische belegging gebleken. Maar ze konden zelf wel heel goed beleggen. Want ze hadden namelijk, ik moet even spieken, 38% van TSMC. De grootste chipmaker ter wereld. Want dat belang zou nu 127 miljard waard zijn. En ik geef je hier de totale marktwaarde van Philips. Op dit moment 11 miljard dollar. Dat is ook ongeveer 11 miljard euro in deze tijden. Maar dus 127 miljard was... Het belang in TSMC nu waard geweest als Philips dat had aangehouden. En er is meer, ASML, daar hadden ze ooit ook 33% van. Dat zou nu 51 miljard waard zijn. En als klap op de vuurpijl, minder bekende naam, NXP, daar hadden ze 100% van de aandelen, zou nu 38 miljard waard zijn. Dus die drie, NXP, TSMC en ASML, zouden in totaal 216 miljard waard zijn als Philips dat belang had aangehouden en Philips zelf als geheel dus die uh, pak een beet 11 miljard waard dus ze konden heel goed beleggen Philips ooit in een ver verleden ze hadden gewoon die dingen vast moeten houden en dan was Philips zelf ook een fantastische belegging geweest zo grappig kan het zijn maar Philips besloot om al in veel eerdere stadia die belangen helemaal af te bouwen en uh, ja Ging zich dus zelf terugtrekken om zich te focussen op gezondheidszorg. Nou, is focus natuurlijk iets heel moois, maar focus in combinatie met mismanagement kan ook heel na zijn, en dat, daar zijn aandeelhouders nu getuigen van. En dan gaan we kijken hoe Philips ervoor staat. Dan is het altijd goed om in tijden met oplopende rentestanden te kijken naar de balans zijn ze überhaupt in staat om deze tijden te overleven? Ja, wat is je brandverzekering? Dan is het altijd goed om te kijken naar de netto schuld/EBITDA-ratio. Nou, de netto schuld vind je op het laatst um, beschikbare financiële verslag. Dat is de jaarverslag. De kwartaalcijfers waarin Philips dus waarschuwt. De, uh, dat is niet deze, maar dit persbericht. Dat zijn geen officiële cijfers. Dat is een winstwaarschuwing. Uh, om, om de markt eigenlijk te informeren. van de, kom de komen hele slechte cijfers aan over kwartal 3, maar die zijn nog niet uit. En hier zie je dus de schuldpositie met uh, een lange termijn schuld, een korte termijn schuld en een totale schuld van 8 miljard per half jaar, per half jaar einde 2022. Dan is er nog een cashpositie van 1,2 miljard. En dan houdt het bedrijf zo'n 6,7 miljard aan netto schuld over. Nou, wat Philips heel grappig doet, wat eigenlijk vrij uniek is, is die netto schuld afzetten tegen het eigen vermogen, 14,7 miljard. Nou, dan zou je kunnen denken: hey, het eigen vermogen is 14,7 miljard. Dat is een flinke buffer voor die netto schuld. Maar vanaf je eigen vermogen kan je geen uh, schuld aflossen. Dat kan alleen vanuit cash. Dus daarvoor heb je eigenlijk het kaststroomoverzicht nodig. Of, uh, of de EBITDA voor de, voor de kennis. Um, dus we willen eigenlijk uiteindelijk toe naar de vrije kast komen <coughs> om te bepalen in welke mate het afgelost kan worden. Want dat kan niet met het eigen vermogen. En bovendien, als je wat verder naar het eigen vermogen en daarop in gaat zoomen, waar is dat opgebouwd? Is dat wel zo'n een goede buffer? Ik heb hem gevonden hier op bladzijde 23. Hier is de balans. En dan zie je aan de bezittingenkant, dus je hebt altijd de bezittingenkant, eigenlijk de linkerkant en aan de andere kant het eigen vermogen en vreemd vermogen, de vermogenskant, hoe die bezittingen gefinancierd zijn. Dat is de basis van een balans en die is altijd in balans, daarom heet het ook een balans. En stel dat je aan de linkerkant, aan de bezittingenkant iets moet afboeken, dan moet je ook aan de andere kant iets afboeken. En een schuld kan je niet in één keer zomaar afboeken, want die moet je gewoon aflossen, die, die, die schuldverleners die willen dat geld gewoon zien. Dus dat gaat dan ten koste van het eigen vermogen. Bovendien zijn afboekingen vaak kostenposten en kosten verlagen de winst en de winst verhoogt en kosten verlagen dus het eigen vermogen. En hier zie je bijvoorbeeld wat mij dan opviel is een goodwill post van 11,6 miljard. Dus het eigen vermogen zei ik je net is 14 miljard en het merendeel daarvan is dus goodwill. Goodwill voor degene die uh, daar net mee beginnen kan alleen gevormd worden op de balans als je in het verleden een bedrijf koopt en meer betaalt dan de waarde van die bezittingen voor Dat bedrijf. Um, en stel dat je die overnames hebt gedaan en die zijn niet goed, dan moet je in de toekomst afboeken op Goodwill. Nou, in dat persbericht zagen we al een afboeking van 1,3 miljard hierop. Dus dit wordt lager. Nou, daarmee wordt het eigen vermogen ook verlaagd. Je ziet hier ook nog uh, ontastbare bezittingen. Dat is net iets anders dan Goodwill. Um, Klantenrelaties en dergelijke is een voorbeeld. Wordt ook gevormd deels bij overnames. Het kan ook zijn dat je daar dan op moet afboeken als eventuele overnames niet goed zijn. Nou stel dat dat echt geprutst is geweest en ze hebben dus al een deel moeten afboeken. En stel dat ze heel veel moeten afboeken. Dan is dat eigen vermogen, die 14,7 miljard equity, uh, ja, ook voor een deel zo verdwenen. En dan is het wat ze eerder aangaven als eigen vermogen ten opzichte van de netto schulden. Is helemaal geen goede indicator. Want als deze dan voor een deel verdwijnt, en uh, ja, die gaat mogelijk voor een deel verdwijnen, omdat de berekening van de goodwill in deze tijden met een hogere rentestand gaat plaatsvinden, waardoor heel veel bedrijven mogelijk moeten gaan afboeken op goodwill. Het is maar net hoe je het berekend hebt, hoe agressief je bent geweest. En ik vermoed dat Philips, in, uh, als ik de rest van hun rapporten zag, best wel agressief is qua boekhouden. Je hoort de meest absurde winstbegrippen zoals adjusted EBITDA um, en je ziet heel weinig de netto winst en dat soort zaken voorbij komen. Nou, uh, dat was even de balans. De belangrijkste posities in ieder geval. Dus het eigen vermogen. De balans lijkt op eerste plaats gezond. Als je kijkt naar het eigen vermogen, ook ten opzichte van het totaalvermogen. 14,7 ten opzichte van 32, is, zou je kunnen zeggen, een gezonde buffer. Maar een heel groot deel van dat eigen vermogen wordt dus gevormd door de postkoerwiel. Ik heb geen uitspraken daarover of dat uh, per se te hoog staat, of dat die overnames niet goed of wel goed zijn geweest. De vraag is eigenlijk. Hoe je dat kan beoordelen is hoeveel geld er nu verdiend wordt. Want die schuldpositie is dus best wel hoog. Maar als er gewoon ook veel geld verdiend wordt, de netto schuld ten opzichte van bijvoorbeeld de vrije kastroom. En je kan dat vrij snel aflossen. Dan is er weer niks aan de hand. Hier zie je de uh, um, wanneer ze de schuld moeten aflossen. Nou, ze zijn aardig gunstig. Hè? Bijvoorbeeld in 2023, 2024 hoeven ze bijna niks af te lossen. Dus op korte termijn zijn daar geen enkele problemen. Uh, Philips heeft eigenlijk heel slim begin 2022 nog hele behoorlijke schulden opnieuw in de markt gezet voor lage rentestanden. Ik denk dat de, dat de markt dat nu niet meer accepteert. Als Philips nu schulden moet uh, opnieuw vaststellen, dan betalen ze niet 2% wat ze nog deden op die oude... maar dan gaan ze gelijk naar 4%. Dan nou, verdubbelen ook de rentekosten natuurlijk. Dat hakt er ook weer in... in de vrije kaststroom en dergelijke. Ja, dit, dit, dit vond ik heel bizar... want dit is dus een pagina van Philips. Uh, de netto schuld ten opzichte van het eigen vermogen... dat je dat als graadmeter gebruikt... dat vind ik heel bijzonder. En dan zie je hier die blauwe staven... het eigen vermogen en de netto schuld... over uh, de afgelopen kwartalen. Ja, heel gezond lijkt het. Zit daar, zit daar dan ruim boven. Ja... Alleen als dat eigen vermogen dus afgeboekt moet worden omdat de goodwill niet goed is, ja, dan krijg je, kijk je al tegen hele scheve zaken aan. En wat nog belangrijker is, met eigen vermogen, dat is geen cash. Met eigen vermogen, dat kan ook net zo goed in fabrieken zitten of in andere zaken. In het geval van Philips, zelfs in goodwill. Dan, uh, daar, kan, daar kan je geen schulden mee aflossen. Nou, hier zie je de verschillende obligaties met de, de rentestanden en de looptijden. Altijd leuk om even naar te kijken. Even kijken of we nog meer hebben. Ik had ergens een tabblad met de kaststromen en dergelijke. Ja, hier ook gepubliceerd door Philips. Je kan het natuurlijk ook in het jaarverslag vinden, maar hier is het iets overzichtelijker. Hoeveel cash wordt er nou verdiend? Ik zei eerder dat de netto schuld 6,7 miljard was. Nou, hier zie je de vrije kaststromen die Philips de afgelopen drie jaar gegenereerd heeft. Het is altijd goed om even te kijken, van 2020 was misschien een beetje een raar jaar. Vanwege corona, 2021 misschien ook nog. Philips heeft, heeft wat last van um, logistieke problemen met al hun apparaten natuurlijk. Dat, uh, dat kost vertraging en dergelijke. En dan vreet dat misschien wat cash op. Maar als je toch kijkt naar de vrije Castro over de afgelopen drie jaar gemiddeld. En ook 2019, wat, wat toch een normaal jaar zou moeten zijn. En je komt gemiddeld, ja wat is het, rond de 1,2 miljard uit. Aan vrije kaststroom over die drie jaar. Dat is voor mij toch wel behoorlijk extreem. Want ik gaf je die, die netto schuld van 6,7 miljard. En je moet eigenlijk in drie jaar dat kunnen aflossen. Dus als ik 6,7 even deel door die 1,2, dan is het bedrijf dus eigenlijk 5,6 jaar bezig met de huidige vrije kaststromen om die schulden af te lossen. En ik ga je wel vertellen, dit is tot 2021, die vrije kaststroom, in 2022, die gaat een stukje slechter zijn. Want tot nu toe stroomt er dit jaar geld het bedrijf uit, in plaats van dat er überhaupt wat binnenkomt. Nou, we gaan eens zien hoe het in de toekomst gaat. Geen oordeel over Philips en dergelijke als belegging. Het kan, heel veel ellende zit natuurlijk ook in de koers. Maar dit is wel iets om rekening mee te houden. Dat zo'n bedrijf, als het niet verandert, ook gewoon failliet gaat of noodgedwongen onderdelen moet afstoten. Het verhaal naar beleggers is heel erg gepresenteerd van... Ja, we zijn een gezondheidsconcern, daar gaan we ons op focussen. En dat, dat, dat is natuurlijk ook goede business met heel veel ja, meer opdrachten, weer de kerende opbrengsten daarin, stabiele afnemers qua markt. En daar kunnen ze hun kennis misschien inzetten. Maar als je naar de cijfers kijkt en dergelijke, eh, is het niet zo dat ze daarin kunnen gaan groeien door andere partijen te kopen en dergelijke. Ze zullen zich mogelijk zelfs misschien gedwongen zien om bepaalde divisies weer af te stoten, nog kleiner te worden. Zeker als je hier ook nog op eh, QuickFS... Uh, de omzet ziet van sinds 2012, van een kleine 30 miljard naar nu een kleine 20 miljard. Dat is toch een behoorlijke krimp. Mogelijk ga je dat uh, in de toekomst verder zien. En uh, ja, het is eigenlijk zonde van zo'n koninklijk bedrijf, dat het eigenlijk al 20, 30 jaar zo slecht aangestuurd wordt. Er is ook een boek over geschreven. En uh, ja, dat, dat is toch wel, uh, toch wel een beetje tragisch. Daar zou daar is qua, qua cultuur is daar gewoon iets. Uh, in ieder geval niet op de aandeelhouders gericht en het nadeel is, kijk aandeelhouders zijn niet altijd de belangrijkste, maar het nadeel is wel dat je nu met een uh, bedrijf zit wat financieel niet heel erg gezond zit en hoe ga je daaruit komen. En dat is een, uh, dat is een pittige en dan dat kan door bijvoorbeeld te krimpen of andere maatregelen te nemen, door het dividend een paar jaar te schrappen, want ze betalen nog steeds dividend. Wat denk ik niet, ze deden nog steeds aandelen in koopprogramma's om aandeelhouders te pleasen. Maar dat is denk ik geen slimme strategie. Eerst de tent op orde en dan de financiën op orde. En dan kun je weer naar groei. En dus de komende jaren zal Philip zich even moeten terugtrekken. Er is net een nieuwe CEO, de oude CEO is eigenlijk ook de laan uitgestuurd van Houten. En er komt nu een nieuwe CEO, die begint eigenlijk volgens mij vandaag zelfs. En. Nou ja, het is, het is nu zaterdag, maar uh, volgens mij stond het echt op uh, 15 oktober dat het uh, de ingangsdatum is. En uh, in ieder geval heel erg bedankt voor het luisteren. We gaan het zien. Ik probeer je gewoon wat mee te geven qua educatie. Zeker in deze tijden dat je wil kijken naar de balans en de schuldposities van bedrijven. Want uh, min 70%. Een aandeel die min 70% gaat, kan nog eens min 100%. Als je nu de aandelen koopt en het bedrijf gaat failliet. En je zult zien met de oplopende rentestanden. En. Dat er veel bedrijven failliet gaan. die geen goede, vrije kaststromen genereren. En dat wou ik even meegeven. Dank voor het kijken. Als je het leuk vindt, kan je je abonneren. Mijn naam is Rowan Nijboe. En tot de volgende keer.